die auto verdwenen? Holy shit! What the fuck doe ik met die auto? Ik ga het inhalen. Maar ja. What the fuck? Ik heb een auto afgesneden. Wow! Shit, dit gaat fout! Oh shit. Oh, hou recht. Dus we gaan gewoon lekker naar Groningen. We gaan lekker naar Santen. Dus yo, ik ga tanken. Of nee, toch niet daar. Geen geld voor jou. Oké, laat even vol tegen die bus aanklappen. Gewoon hier. Bam! Jongere mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal Gamesville. En in deze video gaan we een keer iets anders doen. We gaan Euro Truck Simulator 2 doen. Dat houdt dus in dat we in een vrachtwagen gaan rondrijden. Lekker door Europa. We gaan gewoon lekker rijden natuurlijk. Euro Truck Simulator Euro, het is Europa. Wat deze game dus inhoudt, je rijdt met een vrachtwagen. Je moet verschillende vrachten gaan krijgen om daarmee geld te verdienen. En we zitten in onze mooie... Kan ik even... In... Oh nee, kut. Ik moet helemaal weer wennen aan dit spel houden. Moet even doen. Kijk, dit is onze vrachtwagen, de mooie DAF natuurlijk die we hebben. Het is een rode en er staat Push BV op. We zijn van de Push BV natuurlijk. En laten we eerst even onze lampjes aanzetten, want dat moeten we te vellen, hè. Kijk hier, op zwaailichtje, op extra lampjes, dak extra licht. Zo, nou kan je ons gewoon eigenlijk goed zien aankomen. Wat we gaan doen is, we gaan lekker naar een soort van dealership, niet echt, maar het is meer van, ik weet niet hoe het heet, maar jij kan daar een vracht op halen. En dat is simpel. We gaan even naar de map. We gaan naar de wereldkaart. Want we zitten in Amsterdam. En Amsterdam is natuurlijk in Nederland. Dat ligt in Nederland. No shit, is hoofdstad van Nederland. En kijk, hier heb je zeg maar allemaal verschillende soorten bedrijven. Je hebt de Trameri, je hebt de LKW, je hebt de Stokes, Carrefour. En we gaan gewoon lekker naar Stokes. Stokes heb ik altijd wel goede ervaring mee. Dat is wel, nee, ik zeg maar wat. We gaan gewoon naar Stokes, ik weet niet waarom. Dus laten we even in first person. Je hebt een mooi interieur. We hebben natuurlijk een Rocket League autootje en een Rocket League bal. En we gaan, je moet gewoon echt letterlijk aan de regels houden. Het is gewoon echt best wel vet spel. Alleen aangezien er zoveel auto's komen, kan ik niet invoegen, jongens. Jongens, mag er ook tussen? En zoals je ziet, hier, je hebt daar een Renault en je hebt allemaal... Wacht, we gaan maar even over de stoel. Ik ga er niet op wachten. We gaan asociaal rijden, jongens. Hop. We moeten trouwens wel even onze ruitenwissertjes aandoen. Dat kan niet zo niet. Oké, kunnen we hier tussendoor? Waarschijnlijk niet. Ja, het kan. Oh, schade 3. Nou, we gaan even lekker naar Stokes, jongens. Nou, we zijn in ieder geval bij onze dealership aangekomen. Je ziet allemaal aanhangertjes die wij dus kunnen hebben. Dus we drukken op enter. En we gaan even naar vrachtcentrum. We gaan even kijken wat voor vracht we hebben. We hebben er eentje die naar Groot-Brittannië gaat. Naar Nederland, gewoon naar Groningen en naar Newcastle. Ik zit persoonlijk niet helemaal te wachten om met de pont te gaan. Want dan moet je helemaal hierheen. En dan moet je nog overal heen. Dus we gaan gewoon lekker naar Groningen. We gaan lekker naar Sam toe. Dus let's go. En wat we nu moeten doen is eigenlijk onze vracht ophalen. Je ziet daar een wit randje eromheen. Dus daar moeten we eigenlijk heen. Dus we moeten die vracht even gaan ophalen. Nou, ik heb nog geen stuur, jongens. Dus ik ben niet heel goed in lekker sturen. Maar we kunnen het wel. Oké, we gaan even achteruit. Piepgeluidje. Dat geluid is wel echt knijthard als je in third person zit. En precies. We hebben hem. Perfect. Druk even op T. Dan wordt hij aangekoppeld. Ja, en we zijn eigenlijk good to go. We hebben een mooi marketje daar rechts onderin de map staan. Dus we kunnen nu gewoon lekker toeren, jongens. We gaan er lekker vandoor. We moeten natuurlijk, we rijden wel wat slomer. En we moeten, hoe ver moeten we rijden? Ik weet niet waar het staat. Ik weet niet waar het staat, jongens. Hoe ver? Oh ja, 188 kilometer. Dat is best wel ver weg. Natuurlijk, Groningen naar Amsterdam is best een stukje rijden. Dat is gewoon bijna de andere kant van Nederland. We moeten even wachten totdat hij op groen staat. Oké, hij staat op groen. Let's go. Dan gaan we naar rechts. Of naar links bedoel ik. En dan gaan we lekker toeren op de vrachtwagen. Op de weg. Bob. Natuurlijk, onze vrachtwagen heeft een mooie vaart erin zitten. Kunnen we ook even toeteren. Lekker toeteren, jongens. Was het M? Kut. Nee, M is iets anders. Oh, jongens. Wat was ook weer? Oh, N was het. Dikke toeter, jongens. Kijk. Burp. Dat is zo vet, ouwe. We hebben wel echt de speed erin zijn. We rijden echt veel te hard. Je mag hier maar 80 en wij rijden 126. En de politie komt al ons ophalen, jongens. Gaat hij ons aanhouden? Ik had het niet eens door dat het echt een politieauto was. We rijden zo veel te hard en die guy rijdt gewoon door. Natuurlijk, je kan niet gearresteerd worden nu in de offline modus. Ik speel trouwens offline. Want dan heb je natuurlijk echt verkeer. En online heb je helaas geen verkeer. Dat is wel jammer. Maar die politieauto rijdt er gewoon vol langs ons. Wacht, kunnen we inhalen? Even in de spiegel kijken. Er komt geen auto aan. Dus we gaan even inhalen. Vol langs die bus, jongen. We gaan gewoon achter die auto aan. Nou, kunnen we er alweer langs? Ik weet niet. Even. Ik moet eigenlijk even die. Oh, kut, vangrails. Zo. Oh! Shit, dit gaat fout. Oh shit. Oh, hou hem recht. Oh mijn god. Dat ging net goed. Ik heb trouwens rechtsbovenin even een spiegeltje aangezet. Zodat ik ook aan de rechterkant van mij kan kijken. Want ik kon niet zien of ik nou voorbij die bus was. Maar we gaan even hier tussendoor voegen. We rijden veel te asociaal eigenlijk. Eigenlijk mag je nooit zo rijden. In het echt mag je nooit zo hard rijden met zo'n vrachtwagen. Je mag hier maar 50 en we rijden 128. We zijn gewoon zo badass. Maar weet je, de snelling...
snelheid is een beetje overdreven. Ik ga niet 50 rijden op een stuk waar je gewoon 80 kan of zo, weet je wel. Natuurlijk, we rijden wel iets te hard, maar wat weet je, gewoon straten hier naast, hè. Hé, hey, Renaultje, reis door. Hey, weet je wat het zeg maar is, jongens? Jullie hebben vast wel bij je ouders in de... Oeps. Wat? Is die auto verdwenen? Holy shit! What the fuck doe ik met die auto? Wat? Wat gebeurt hier? Ik neem die auto mee! Wat? Wat was dat, ouwe? Wat was dat? Oh, die vrouw is straks echt dood. Oh, ik zie opeens die auto niet meer voor me. Ik ga in third person. En die auto staat helemaal op de kop voor mij, ouwe. Oké, we moeten even wat meer aandacht op het verkeer letten. Want dit gaat helemaal fout, ouwe. Oh, shit, ouwe. Maar wat ik dus wil zeggen is, je kent het gevoel wel dat je op de snelweg zit en dat je tussen twee vrachtwagens aan de rechterkant van de snelweg zit, weet je wel. Dat is zo'n kut gevoel, vind ik altijd. En nu zaten wij zo dicht achter op die auto, oh shit ouwe. Trouwens, een updateje is, we moeten even nog 77 kilometer, dat houdt in 1 uur en 14 minuten moeten we nog rijden. Natuurlijk zal de video niet 1 uur en 11 minuten duren. 1 seconde of zo, of 2 seconden is 1 minuut in de game, dus het... Het is gewoon net zoals GTA, weet je wel, het gaat veel sneller de tijd. Dus ja, nou, we gaan even mooi de tunnel onder. Het regent nog steeds, het weer blijft wel echt slecht. Ach ja, we zitten lekker droog en knus in onze vrachtwagen natuurlijk. Die veel te hard rijdt met zwaailampen. Ik weet niet waarom zwaailampen aan hebben staan, dat hoeft eigenlijk niet. We gaan even inhalen. Maar ja, what the fuck? Ik heb een auto afgesneden. Oké, jongens, laten we nu even afspreken dat ik wat serieuzer moet gaan doen in deze game. Natuurlijk is het dan grapjes mogen altijd en een beetje klooien. Maar we rammen elke auto van de weg af die we kunnen houden. Natuurlijk kan ik nu ook gewoon zo met één hand rijden, want ik heb mijn muis op zich nu niet nodig. Maar we hebben wel lekker de speed erin zit, jongens. We rijden gewoon lekker. Ik vind die velg wel echt sick, ouwe. Dus echt zo'n vette vrachtwagen. Je kent wel zo'n vrachtwagen die helemaal getuned is op de weg. Dat is fucking sick. Echt zo'n zware toeter ook. Ik vind dat zo sick. Ja, dat is gewoon dope. En deze mooie Fiat voor ons, die rijdt niet echt door. Je kunt ook gewoon gelijk zien welke merk het is. En ze hebben natuurlijk geen echte merken. Oh, jawel. Fiat. Gekke pikvis. Ik kan zijn ding niet zien. Zijn knipperlicht houden. Ik kon niet zien of hij naar rechts gaat. Maar het is wel zeker dat je gewoon... het ziet er zo realistisch uit. Die borden over de snelweg bijvoorbeeld. Of de automerken. Het is gewoon allemaal realistisch. Het is fucking sick. We zijn trouwens bijna in Groningen. Nog 13 kilometer. Dan gaan we even links afslaan. Komt er rechts niks. Jawel. En links ook niks. We rijden gewoon lekker door, jongens. Lekker door, jongens. We pakken even de tweede weghelft. Dankjewel. Hoppa. En we zijn ingedraaid, jongens. Nou, we zijn al bijna in Groningen. We zijn bijna bij Sam thuis gekomen. Dus we gaan even bij Sam. Sam woont niet in Groningen. Ja, hij woont in de provincie Groningen. Maar ja, we gaan even naar links. Hoppa. Ik keek niet op mijn spiegel, maar we zaten safe. Dus even afremmen. Zo, die vette. Die hebben allemaal auto's erop, man. Dat is fucking sick. Holy damn. Natuurlijk, ons knipperlichtje is uitgegooid. Die auto achter mij, die is een Peugeot. The fuck is sick, ouwe. Nou, kunnen wij ook al? Ik zie... Oh ja, oké. Ik kan die fucking dingen niet zien. Ik wil wel even mijn gas indrukken. Dankjewel. Oké, we moeten naar links. Ik moet even een ruime bocht nemen. Want kijk, rechts kunnen we ook niet heen. Dus we moeten wel naar links. Hoppa, ruime. Ja, perfect in de bocht, hoor. Kijk, mijn aanhanger ook perfect. Ja, prachtig. Oh, kniplichtje mag wel uit. Hé, hey, je ziet het al op de map rechts onderin, jongens. Groningen. We zijn bijna bij Groningen aangekomen, hè. Groningen. Zo, die Peugeot die denkt even van, ik koek er even langs. Vriend, hoe hard mag je hier? 50. Oké, dan moeten we even wat slomer rijden. Nou, wij moeten zo links. Dus ik ga even op de linkerweghelft rijden. Naast deze vrachtwagen FCP. FC Kip, jongens. FC Poep noemen we dat. Nou, hey, meet te drukken. Hoe is het, mijn jongen? Hé, ik moet even iets naar achter gaan. Mag dat? Dank je. Hé, hey, Piet, jongen. Hoe is het, man? Ik zie het niet zo goed, maar... Hoe is het, man? Ga lekker bij de kerst natuurlijk. Lekker bij de kerst gedineerd. Oh, je rijdt al weg? Oh, dan niet, jongen. Dan gaan wij ook maar. Nou, die vent Piet wou niet echt praten met ons. Ik wou even vragen hoe het zijn kerstdiner was. Maar ja, het is bijna natuurlijk kerst natuurlijk. Nee, het is echt nog langer geen kerst. Oké, we moeten hier zo naar links. Daar hebben we onze deliver base. Dus we gaan hier even naar links. Hoppa, kaas, ruim bochie. Want de aanhanger zit natuurlijk ook achter ons. Nou, we zijn aangekomen. Druk even op enter. Dan kunnen we hier kiezen tussen dat die standaard al ingeparkeerd is. Dat we hem zelf moeten inparkeren. Of dat je een heel parcours moet afleggen om te parkeren. Wij doen natuurlijk de moeilijkste. Want wij willen... Oh, we moeten dan moet ik wel deze hebben. Het was trouwens allemaal andersom trouwens dan ik aanwees. Oké, ik ben heel goed. We moeten dus de aanhanger in gaan parkeren op dat witte vlakje. Dus ik ga even in third person dan nu ook. Want dit moeten we wel even klaren eigenlijk. Hoppa. Dit is op zich, deze is wel makkelijk, want je rijdt gewoon helemaal rechtdoor en dan... Oh, dat rem je wel op tijd af. Hop, even draaien.
Ik wil naar achteren trouwens. Nou kunnen we gewoon in één keer achteruit natuurlijk. Ik ben niet de beste speler in dit spel, dat zullen jullie gelijk zien. Maar het is wel leuk, ouwe. Het is wel echt leuk. En wordt groen zometeen? Ja, kijk. Enter. Oh, T. Sorry, ik dacht enter. Ga ik dat ding even weer neerzetten, die paaltjes. Prachtig, mooi. En wat hebben we gehad? Goed werk hebben we gekregen. Opdracht voltooid. We hebben natuurlijk een beetje schade omdat we een paar auto's van de weg af tikten. Maar op zich, dat was, we hebben het goed gedaan. Ik vind dat we even een schouderklopje, ik tik op mijn dinges, hebben verdiend. Omdat Dylan tijdelijk het geen vracht had, gaat hij even lekker op de snelweg lekker toeren met de vrachtwagen. Kijk hoe snel dit eigenlijk eruit ziet. Hoe knijden snel rijden. Even bergje op. Oh, we gaan deze auto vol inhalen. We kunnen ook een lijpe crash. Zullen we een lijpe crash doen? Oh, we gaan even door het benzinestation even heen boonsen gewoon. Yo, ik ga tanken. Of nee, toch niet. Daar, geen geld voor jou. Woop. Holy shit. Oké, laten we even vol tegen die bus aanklappen. Gewoon hier. Skut. Bam. Wow, wat een crash. Oh shit. Wegversperring. Oh shit. Oh shit, hoe gaat het meneer de buschauffeur? Franklin, ben je nog levend? Oh mijn god, laten we een lijpe file hier veroorzaken. Iedereen blijft er stoppen, fucking sick, ouwe. Holy shit. Maar jongens, ik ga het hierbij laten. Holen van jullie onze Eurotruck avontuur. Super dope. We hebben natuurlijk een lekker vrachtige delivered in Groningen. En natuurlijk onze mooie Scania, mooie roze Scania gepimpt. En ja, hopelijk vond je deze video leuk. Is een keer wat anders. Verwacht niet heel veel van dit soort video's. Dus we zullen het af en toe een keertje doen. En ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet niet zeker een duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Later mensen.